We hebben een mail gekregen van Aurore Vincent. Ik moest het in Frans uitspreken. Aurore Vincent? Is het Aurore? Aurore Vincent. Aurore. Welkom. U hebt ons gemaild met een mooie mail, eigenlijk om het goede doel te steunen. Ja. Vertelt u eens. Ik ben een paar maanden geleden op bezoek geweest in Johannesburg. Kaapstad, Johannesburg, Zuid-Afrika. Ik heb daar enkele weeshuizen gezien. En één bepaald weeshuis heeft mij vrij sterk geraakt. En waarom? Omdat ze heel veel hulp nodig hebben. Ze hebben heel weinig middelen. Er zitten heel veel kinderen. De bedden en zo. Het is echt wel triestig. Het speelgoed. Ja, we hebben wat foto's. We hebben een foto van het huis zelf. Of het grasveld. Ja, je denkt, dat kan ook een aarschot genomen zijn, deze foto. Maar dit is echt in Johannesburg. Ja, dit is echt wel... Het zou ook aarschot kunnen zijn. Ik ben nooit in aarschot geweest. Maar dit is typisch aarschot. Echt leuk, hoor. Ik niet. Ja, nee. Het is zelfs daar verliezen jullie van tegen aarschot, u in Gent. Pas op, ik ben Gentenaar. Je bent Gentenaar? Oké. Okay. Gaan we de volgende mail. Nee, we gaan... Nee, we hebben nog een foto van inderdaad de bedden waar ze in slapen, de kindertjes. Ja, ze zijn heel mooi opgemaakt. De mensen doen echt hun best, zoals dat jullie ook zien. Er ligt speelgoed op. Twee foto's. Ja, zoals dat je misschien kunt zien, is eentje ervan, het linkse, heeft vrij veel... je ziet het niet zo heel goed op de foto, maar heeft heel veel littekens. Het zijn ook niet allemaal echt wezen. De meeste hebben zelf nog ouders. Maar zijn zwaar mishandeld geweest of slachtoffer van HIV. Het raakt u, dat wilde je eigenlijk zeggen. U wil eigenlijk iets doen voor het weeshuis. Ik wil iets doen, ja. Je hebt nu al niks gedaan tot nu toe? Jawel, wij hebben sinds 1 maand een Facebookpagina opgericht. Dat is een flinke stap die u heeft gezet, hè. Ik heb ook al kleertjes gaan geven aan het weeshuis. Nee, heel goed. Jij wou Nelson Mandela zijn. Oh, u hebt een... dat is een t-shirt van Nelson Mandela. Ja, heb je in beeld? Even goed in beeld, jongens. En de microfoon weg, Nelson Mandela. Oh, Nelson Mandela, wat leuk. Mooi. Jij wou Nelson Mandela zijn 5 minuten geleden. Dus... Ja, dat was een grapje, gekkie. Oh! Ik wil toch geen Nelson Mandela zijn? Dus ja. I have a dream. Dat is iemand anders. Nee, dus, we hebben een Facebookpagina opgericht. En u had een actie met cupcakes. Ik heb... inderdaad. Dat is heel grappig, cupcakes. Mijn zoon werd vorige week kreeg die cupcakes van een vriendinnetje van school. Toen zei hij, hoera, tijd voor cupcakes. Kreeg hij op zijn donder van de leraar, omdat hij had gehoord dat het cupcakes zouden zijn. Maar dat is... cupcakes. Je hebt ze gemaakt. Ja. En u wil ze graag verkopen? Wel, Totti, die iedereen wel kent. U kent Totti wel, onze jongen, die gevlucht is uit Cameroen en al 6 weken bij ons onderdak heeft. Maar er komt een nieuwe ambassade in Cameroen, dus hij kan weer terug. maar u wil hem graag hebben? Totti is een vriend van mij. Oh, u Anami. Anami. Ja. En ik had gedacht voor Totti eventueel in sexy cinema-outfit, zoals de ijsko-jongens in de cinema. Ja. En het publiek hier de cupcakes te laten uitdelen. Oh, wat grappig. Waar zijn de cupcakes? Verkopen wel, hè. Ja, verkopen. Het zijn hoeveel euro? 2 euro. 2 euro, we hebben 300 cupcakes. Het gaat 4 verschillende soorten. 4 verschillende, maar zijn er wel 300. Zijn er 2 euro, dan heb je 600 euro in de pocket. Ja. Kun je op Facebook zetten en dat gaat naar voor dat de goede... Dat gaat allemaal naar het weeshuis. En waar zijn de cupcakes? Hoe eigenlijk cupcakes? Jullie hebben die... Ik heb die niet. Oh. Ja. Je hebt die toch niet allemaal opgegeten? Nee, ik... Nee, we dachten, we pakken het anders aan. We hebben de cupcakes hebben wij van u aangenomen. Die hebben we aan Totti gegeven, maar Totti is niet hier. Want hij staat nu, als het goed is, in een bioscoop in Leuven. In de Kinepolis bioscoop in Leuven, daar is hij. Dat meende niet. Ja, Sepp, ga maar iets omhoog, jongens, dat we kunnen zien, Totti. Kan de camera omhoog? Kan de camera me verstaan? Dat meende niet. Daar is Totti. En hij staat nu als enorme cinemaboy, staat hij. In de bioscoop. De Kinepolis in Leuven. En ik wil de Kinepolis heel erg bedanken dat we even binnen mogen komen. Want die film The Great Gatsby draait nog. Maar Totti gaat nu naar binnen. En gaat nu de mensen lastigvallen dat ze cupcake moeten kopen voor het goede doel. A 2 euro. Zit er midden in de film. Het is hartstikke spannend. Mensen weten van niks. Harder, Totti. Oh my god, Totti. Hallo. Je onderbreekt de film.
Harder roepen, Totti. Maak ze gek. Oh my god. Kip de kop. Harder, Totti. Oh, Totti, misschien moet je iets uittrekken. Een shirtje of een jasje. Nee? Misschien worden ze boos. Ga anders naar de uitgang. Hij praat ook alleen maar Frans. Kun je... Aurora. Kun jij zeggen, ga de... Aurora is AIC. Bon ami. Ton ami. Wat moet ik zeggen? Dat hij naar buiten moet? Oui. Totti. Il faut aller à la sortie. Il faut aller à la sortie maintenant. En wacht, oui. Niet boos, dan is hij bang dat dit land wordt uitgezet. Non. Il faut attendre là-bas. À la pause, à la intermission, c'est possible d'acheter des cupcakes. Et à la pause, il faut leur demander d'acheter des cupcakes. Oui. Dat is veel beter. Het gaat allemaal de verkeerde... Hij gaat nu de kelder in. Ja, oui. Hij heeft er geen zin in, zegt hij. Je bent wel vriendin, maar je hoeft niet zo te misbruiken. Dat zegt hij ook. attendre à la poster de Leonardo DiCaprio. Après, en intermission, vous couchez, voulez acheter de cupcakes. Oui? Bien sûr. Je demande, ouais. Ik zie totaal de humor niet van deze opmerking die ik heb gemaakt. A bientôt, Totti. A bientôt. Hij gaat het kopen.